Hoe kan je alle ballen hoog houden en tegelijkertijd toch ook goed voor jezelf zorgen? Dat is in mijn ervaring de afgelopen 11 jaar misschien wel het grootste vraagstuk wat ik als ondernemer ben tegengekomen. Als ondernemer heb je constant te schakelen tussen verschillende prioriteiten. Aan de ene kant ben je dan intensief gefocust om je coaching traject of je programma of je training of je product of dienst zo waardevol mogelijk te maken, zoveel mogelijk van je hart en je ziel erin te steken. En dan merk je dat in één keer de marketing en sales aan de voorkant opdroogt en dat er te weinig nieuwe klanten zijn. En dan denk je, oké, ik heb te schakelen, dus ik ga me daarop focussen. En dan krijg je in één keer een stuk meer nieuwe klanten en dan komen mensen enthousiast binnen. Maar dan denk je, oh, nu heb ik weer iets extra's nodig in het supporten van mensen. Dus dan schakel je weer de focus daar naartoe. En tegelijkertijd heb je ook goed voor jezelf te zorgen. Ik geloof dat dit een van de sleutels is als ondernemer, op het moment dat je dit onder de knie krijgt, dat je daarmee een groot verschil maakt. Want uiteindelijk ondernemerschap is een set van verschillende vaardigheden, kennis en strategieën. En dat is een basis, dat is waardevol. Alleen de grote uitdaging is vaak om die ballen hoog te houden en die verschillende stukken goed aan te pakken op de juiste manier. En tegelijkertijd goed voor jezelf te zorgen. Hey, bij deze welkom bij de rauwe realiteit. In een tijd waarin we soms overspoeld worden door Instagram influencers en business coaches. Die in veel gevallen toch een soort valse weerspiegeling geven van de werkelijkheid. Neem ik je in deze videoserie mee in mijn praktische dagelijkse leven. Mijn rauwe realiteit als coach, als spreker, als ondernemer. Zodat je een kijkje krijgt achter de schermen in hoe het er in mijn dagelijks leven aan toe gaat. En dit is alweer de 10e aflevering van de Rauwe Realiteit. Tegelijkertijd zal dit ook voorlopig de laatste aflevering zijn. Ik zal je zo dadelijk vertellen waarom. En het thema van vandaag is dus alle ballen hoog houden en tegelijkertijd goed voor jezelf kunnen zorgen. Waarom? Ik werd zelf vanmorgen wakker. In de ochtend doe ik meestal BJJ, Braziliaanse Jiu-Jitsu, van 7:15 tot 7:45. Dus ik werd vanmorgen wakker en ik ging inderdaad naar BJJ. Maar ik merkte eigenlijk onderweg al dat ik toch best wel een beetje moe was. En ook achteraf, na de training, terugkomen, merkte ik dat ik best wel een beetje moe was. En dat is ook logisch. Ja, ik heb best wel weer wat intensieve dagen de afgelopen dagen gehad. Als je de afgelopen afleveringen hebt gezien van de Rauwe Realiteit, dan zag je dat het best wel ook volle dagen waren. En ik heb natuurlijk niet alles gefilmd, dus je ziet ook niet dat ik elke dag om 5:30 opsta en dergelijke. Maar goed, in ieder geval merkte ik dat ik best wel een beetje vermoeid was. Vandaag wil ik toch een mooie dag neerzetten. Vanavond heb ik ook een training die ik extern geef. Dus de afgelopen dagen, dinsdag, woensdag, was een training voor mijn eigen deelnemers. Maandag was een training volgen van mijn eigen coach in de avond. En vanavond staat dan een training extern die ik ga geven. Meer mindset gericht voor een ander bedrijf die ook mensen helpt in hun marketing. Dus super tof, hartstikke leuk om daar een training te komen geven, waarde te geven. En op die manier mijn boodschap met meer mensen te verspreiden. Tegelijkertijd wel, elke avond werken en elke dag overdag ook werken. Vandaar dat ik de keuze heb gemaakt. Vandaag heb ik in eerste instantie nog wat mensen te bellen, mensen te spreken die zich voor de webinar hebben aangemeld. Om te checken hoe ik hen kan helpen en ze uit te nodigen om de volgende stappen te nemen. Als het een goede fit is natuurlijk, ik nodig natuurlijk niet iedereen uit. Het is in eerste instantie bellen om te checken hoe het gaat, waar ze staan. En inderdaad of ze daadwerkelijk de spirit, de motivatie en de potentie qua bedrijf hebben om dankzij onze begeleiding daar ook een succes van te maken. Dus een aantal mensen bellen. Om 2:00 heb ik ook een gesprek, een intakegesprek op de planning. Dus dat duurt meestal om en nabij een uur en een kwartier, zoiets. Dus dan zal het rond 3:15 zijn. Heb ik nu bewust even de keuze gemaakt om niks meer in te plannen. Zodat ik vandaag vanaf 3:15 gewoon echt eventjes een lege agenda heb. Tot 8:00 s'avonds dan geef ik die extra masterclass. Wat ik vandaag wil overbrengen daarin, is dat het belangrijk is om af en toe te schakelen. Ik had eigenlijk in mijn agenda ook daarna nog een aantal dingen, een aantal taken gepland. Maar voor nu kies ik er toch eventjes voor, weet je wat, ik maak eventjes de agenda vrij.
Ik zorg dat ik dan eventjes wat rust pak, dat ik even met Martina wat leuke dingen kan doen. Want het is de afgelopen dagen ook alleen maar samen eten. En dan soms om 9 uur 's avonds nog eventjes even een aflevering van een serietje kijken of zo. Voor een half uurtje en dan naar bed. Dus ook leuk om even samen wat tijd te kunnen besteden. Of even uit te rusten. We zullen zien. Maar in ieder geval, hè, dat is de boodschap die ik ook wil overbrengen als ondernemer. Aan de ene kant is het zo belangrijk om vol gas te geven. Hè. Je hebt een bepaalde missie en je wilt zoveel mogelijk kwaliteit leveren. Hè. En sure, hè, aan de ene kant heb je de inzichten vanuit hè, de 4-hour work week over automatiseren en delegeren en al die dingen. En dat is ontzettend belangrijk, ontzettend waardevol. Aan de andere kant, hè, op het moment dat je je team zo goed mogelijk wil trainen, op het moment dat je je product of je dienst, je coaching traject van de hoogst mogelijke kwaliteit wil maken, dan heb je daar ook je schouders onder te zetten. Hè, het is niet voor niks dat ik de afgelopen jaar bezig ben met constant ons traject verbeteren om onze deelnemers de best mogelijke kwaliteit te kunnen leveren. Hè, ik geloof dat gaat niet vanzelf. Hè, je kan nog zeggen, ja, ik ga alles automatiseren, alles delegeren en in 10 uur per week heb ik dan net zo'n goed programma. Yeah, right. Sure. Right. Dus het is constant aan de ene kant blijven verbeteren, aan de ene kant blijven schakelen en aan de andere kant ook gewoon goed voor jezelf zorgen. Want een belangrijke les daarin, denk ik, is we hoeven het niet allemaal vandaag te doen. Right. We hebben nog de rest van ons leven om hieraan te blijven sleutelen en om te blijven verbeteren, te blijven ontwikkelen. En dat is in ieder geval voor mij altijd een mindset die mij enorm helpt. Hè. Ik vind het leuk om te werken. Met plezier, met passie steek ik enorm veel tijd in mijn bedrijf. Alleen als ik merk dat het even too much wordt of dat ik een beetje oververmoeid raak, dan denk ik tegelijkertijd ook van oké, ik heb geen haast. Right? Het hoeft niet allemaal vandaag, het hoeft niet allemaal nu. Ik heb nog de komende 50 jaar om mooie dingen te creëren, mooie dingen neer te zetten en een groot verschil te maken. Dus het hoeft niet allemaal vandaag. Goed, daarnaast ik gaf natuurlijk aan, vandaag is de laatste aflevering van de Rauwe Realiteit. Waarom? Twee redenen. Eén, het is ook best intensief voor mij om deze video's dagelijks te maken, te editen en te publiceren. Dus de komende tijd ga ik gewoon weer wat meer dit soort video's maken, maar dan zonder dat ik shots maak van alles wat ik op een dag doe en dergelijke. Dus de kern hè, van gewoon de rauwe realiteit, de essentie van het ondernemerschap blijf behouden. Daar ga ik de komende tijd blijf ik gewoon nog steeds regelmatig video's maken. Alleen het worden niet meer echt vlogs in die zin. Dat is één reden. De tweede reden is simpelweg. Ik denk dat het heel waardevol is hè, dat ik de afgelopen 10 dagen van mijn leven heb gedocumenteerd. Dat je echt een kijkje in de keuken kan krijgen. En de rauwe realiteit is ook dat als ik dit nog 40 dagen zou doen, dan zou je nog heel veel van hetzelfde zien. Right? Want uiteindelijk, en ik denk dat dat een hele belangrijke les is, hè, uiteindelijk het verschil wat het verschil maakt is niet 10 dagen lang iets doen. Hè, de reden dat mijn bedrijf nu op het punt is waar het is en dat we voor tientallen verschillende coaches het verschil kunnen maken in hun bedrijf en dat ik een team heb van 2 coaches waar ik mee samenwerk en een PA heb en een marketingteam en een eigen coach en al die verschillende dingen. De reden dat ik tot dit punt gekomen ben is niet omdat ik 10 dagen dit gedaan heb. De reden is dat ik inmiddels al 11 jaar zelf als ondernemer werk en al 11 jaar lang elke dag mijn schouders eronder zet. En dat zijn soms saaie dingen. Right? Dat is niet altijd even spannend, even bijzonder en dergelijke. De dingen die ik de afgelopen 10 dagen deed, zijn grotendeels de dingen die ik de komende 1000 dagen nog steeds zal doen. Right? En dan zal ik sommige dingen uitbesteden. En dat is prima, sure. Alleen, nou ja, dat is een van de redenen dat het vandaag de laatste aflevering is. Anders kijk je nog 100 afleveringen precies naar hetzelfde. En ik denk dat dat een beetje zonde is van de tijd. Dus ik denk dat er waardevollere dingen zijn en interessantere onderwerpen zijn waar we op in kunnen gaan. Zoals psychologische dingen, mindset stukken en andere stukken waarmee we een mooi verschil kunnen maken. Dat gezegd hebbende, vandaag nog eventjes lekker aan de slag. Mooie dingen neerzetten in deze 10e aflevering. En ik zou zeggen, let's go! Oké, het is allemaal net even iets trager gegaan in de ochtend. Ik heb net uiteindelijk 3 mensen gebeld.
Eerste persoon was uiteindelijk een gesprek van ongeveer 10 minuten, kwartiertje. Leuk gesprek, mooi gesprek. Deze dame gaat eerst nog een opleiding volgen tot coach. Dus dat is op dit moment nog niet het juiste moment om echt met ons traject aan de slag te gaan. Ze wil daarnaast eerst, dat kan wel het juiste moment zijn, alleen ligt er een beetje aan. In dit geval wil ze eerst gewoon werken als coach om ervaring op te doen. Wat prima is, wat natuurlijk mooi is. Tweede persoon kwam even niet goed uit, dus we hebben vanmiddag een terugbelafspraak. En de derde persoon die ik belde, was een mooi gesprek, was enthousiast. En die kunnen we ook zeker helpen met wat we doen. Dus daar heb ik morgen nog een volgend gesprek mee gepland. Dus super tof om dan verder te gaan verkennen wat we voor haar kunnen betekenen. Hoe we haar ook echt verder kunnen helpen om haar bedrijf succesvol neer te zetten en mooi op de kaart te zetten. En daarnaast, zoals ik al zei, het ging vanmorgen even wat trager. Ik merk toch wel die vermoeidheid waar ik net over vertelde. Het zit toch wel diep, of tenminste diep. Het is toch best aanwezig. Dus ik had eigenlijk vanmiddag straks ook nog wat mensen willen bellen. Maar ik kies er toch voor om vanmiddag dat gesprek te hebben. En dan nog die terugbelafspraak die ik net heb gemaakt. Daarop te houden, dan vanavond nog de masterclass. En verder vanmiddag gewoon eventjes rustig aan te doen. Waarschijnlijk ga ik even op de bank meditatie doen, dat soort dingen. Misschien nog even naar buiten, even een rondje lopen. Om eventjes die self-care te doen. Dat is ook belangrijk, hoort daar ook bij. Dus dat is dat. Nu eerst even lekker lunchen, dan even self-care. En ik zou zeggen, let's go! All right. Ja, wat is voor jou zelf eigenlijk vooral de belangrijkste reden om vandaag het gesprek aan te gaan? Netwerkevenementen waar je eigenlijk gewoon überhaupt niet blij van werd, geen energie van kreeg. En zo'n target, hè, dat je bijvoorbeeld een target kreeg van €5.000. Wat deed dat toen met je? Wat riep dat toen in je op? Oké, en de dag is weer ten einde. Het is uiteindelijk toch 9:30 geworden. Dus mooi voorbeeld van mijn rustdag, om het maar zo te zeggen. Maar goed, uiteindelijk toch vanmiddag voor het gesprek inderdaad eventjes rustig aangedaan. Heel mooi gesprek gehad met een leuke dame die ons traject ook in gaat stappen. Dus dat is super tof. En vervolgens eigenlijk weer eventjes gewoon rustig aangedaan, gerelaxed. En het eventjes, trouwens voor het gesprek, ik maakte letterlijk de video, oké, ik ga het nu rustig aan doen. Toen heb ik eerst nog de rauwe realiteit video van gisteren geëdit. Dus zo zie je maar, ik ben af en toe verschrikkelijk als het gaat over rustmomenten. Dan zeg ik, ja, ik ga nu rust nemen. En dan ben ik een uur verder en dan is het er nog niet van gekomen. Dus in ieder geval nu net de online training gegeven extern. Super tof, super leuke training. Was eigenlijk van 8 tot 9, maar goed, het is uiteindelijk 9:30 geworden. Er waren zoveel vragen, zoveel enthousiasme. Een stuk of 50 mensen aanwezig. Via Zoom, dus hartstikke leuk. Mensen waren hartstikke enthousiast, dus dat is natuurlijk altijd gaaf om dat te horen. En ik zal binnenkort nog wel een en ander delen. Ik krijg binnenkort ook de opname om wat stukjes daaruit te delen. Dus dan zie je ook wat verschillende shots. We hebben het vooral gehad echt over mindset. Dus we zijn echt diep aan de slag gegaan met psychologie, omgaan met tegenslagen, vertrouwen houden in het proces, positief je stemming beïnvloeden, dat soort mooie thema's. Dus voor nu, het is over, finito, einde eraan breien, geniet van je dag en ciao ciao!